schrijver en journalist Daan Borrel. Zij heeft verschillende boeken geschreven. Onder andere in 2018 heeft ze het boek geschreven Soms is liefde dit. En in januari 2020, dus dit jaar, heeft ze het boek Jaar van het nieuwe verhaal uitgebracht. En volgende week komt een boek van haar uit samen met Milou Delen over krabben. Over de zogenaamde krabbenmand, een effect waar vrouwen last van hebben. Ze schrijft onder andere over thema's zoals vrouwelijkheid en seksualiteit. We gaan het met haar hebben hoe ze is gekomen tot het schrijven over deze onderwerpen. Hoe ze daarmee is begonnen. Wat de impact is van haar schrijven, zowel als journalist als de boeken die ze schrijft. En ze heeft onder andere de uitspraak gedaan: met een meer feminine ritme kunnen we de klimaatproblematiek tegengaan. Dus we horen graag meer van haar. Wat ze daarmee bedoelt en hoe het feminine ritme ook hoe dat ook een rol kan spelen in de politiek. We wachten even totdat ze in de uitzending is en dan wil ik vooral ook aan jullie vragen om praat vooral mee, stel je vragen, maak je opmerkingen. Dus vandaag is schrijver en journalist Daan Borrel in deze livestream met ons. Dus we gaan met haar praten over. Ja, ik zie dat ze ook in de livestream is. Nee, nog niet. Het is belangrijk, Daan, dat je even via je telefoon, of in ieder geval niet via je laptop, kun je niet meedoen met de livestream. Ja, daar is ze. Volgens mij kan je nu wel. Ja, heel fijn. Dus vandaag hebben wij te gast in de livestream schrijver en journalist Daan Borrel. Ja, daar zo is goed? Ze. Ja, hoi. Het is gelukt. Hallo. Hoi. Oh. Ik probeer heel even een krukje te pakken hoor. Ja, heel goed. We zitten midden in repetities van een theatertekst die ik heb gemaakt. Oké. Okay. Dus het is allemaal een beetje improviseren, maar leuk. Ja, leuk dat je hier aan mee wil werken. Dankjewel. Ja. Ik heb je net al even geïntroduceerd als schrijver en journalist. Je hebt verschillende boeken geschreven. Ja. Maar daarnaast doe je dus ook theater? Nou, dit is de eerste keer. Dus ik heb nu een tekst geschreven. En we zijn het nu aan het oefenen met Loek de Bakker, regisseur. Het is heel erg leuk. Wel echter iets heel anders. Dus ik merk, ik heb gewoon altijd een soort van... Ja, best toch wel een beetje essay-achtig en... dit moet echt drama worden. En eigenlijk ben ik ben een beetje tegen drama in het algemeen. Ja. Dus dat is heel erg zoeken van, kunnen we daar ook iets anders mee doen dan mensen die naar elkaar gaan schreeuwen? Omdat ze het niet eens zijn. Dus dat is eigenlijk heel erg leuk. Ja, spannend. Ja. En jij hebt dus alle teksten geschreven? Of? Ja. Ja, mooi. Ja. En kun je iets zeggen waar het over gaat? Of is het nee, dat kan ik zeker. Het gaat eigenlijk, heeft ook al een beetje te maken met waar we het denk ik vandaag over hebben. Het gaat heel erg over rolpatronen die we allemaal spelen. En dat die eigenlijk zo vaak al vast liggen in de verhalen die je van jongs af aan krijgt. En het gaat ook over seks. En dus over mannen en vrouwen. De rollen die we spelen en of je bijvoorbeeld oude verhalen, zoals de romantiek, of je die helemaal zou moeten schrappen of dat je die nog kan gebruiken en het net iets anders kan gaan invullen. Interessant. Ja. Interessant. En wanneer kunnen we dit gaan zien? We voeren het vrijdag 2 keer op, om 4 uur en om 8 uur, dus het is ook al heel snel. En wat wel belangrijk om te zeggen is, het is voor ons allebei een experiment. Vanuit de tekstmederij heet dat. Dus het is niet een soort heel af toneelstuk dat je krijgt. Maar echt een experiment, ja. En kunnen we het online gaan zien of moeten we ergens naartoe? Nee, het is in Amsterdam in Studio Stipt. En je kan via de website van de tekstmederij kan je een kaartje reserveren. Oké, dus via de website van de tekstmederij. Ja. Je een kaartje krijgt voor het toneelstuk. Oké, mooi. Ik heb je net dus geïntroduceerd en dan verteld dat je in ieder geval vaak schrijft over thema's zoals vrouwelijkheid en seksualiteit. Ja. En je had het net inderdaad ook over die rolpatronen en die rollen waarin die hokjes waar we in geduwd worden op basis van onze gender. Hoe ben je eigenlijk begonnen met het schrijven over deze onderwerpen? Wanneer dacht je, ja, dit is echt waar ik over wil schrijven?
Nou, ik vond seksualiteit altijd al heel interessant. Alleen bijvoorbeeld tijdens mijn studie literatuurwetenschap, dan moet je natuurlijk zo'n eind. Ik ben even vergeten hoe het heet. Scriptie. Schrijven. En dat wilde ik toen al heel graag over vrouwelijke seksualiteit in literatuur. En toen kreeg ik een mannelijke begeleider. En toen heb ik dat toch op het einde teruggetrokken. En toen de journalistiek ingerold. En wilde ik daar heel veel graag over schrijven. Maar het was best wel moeilijk om een soort manier te vinden. En uiteindelijk mocht ik bij De Correspondent toen een serie gaan schrijven. En het kwam eigenlijk een beetje, er was toen nog niet zo heel veel. Ik bedoel, nu hebben we echt super goede literatuur over seksualiteit en gender. Het is echt een soort ontploft de afgelopen jaren. Toen was dat nog niet zo heel erg. Dus wat ik ook vaak terugkreeg als ik dan bijvoorbeeld bij een krant daarover wilde schrijven. En dan had ik een jong iemand geïnterviewd. Dan vonden ze het heel vaak te tegenstrijdig. Dus dan zeiden ze, hè, maar als je, weet ik het, one night stands wil en je wilt echte liefde, dat kan dan toch niet of zo. Dus het was eigenlijk de verhalen die ik wilde brengen, dat lukte niet echt. En wat voor mij toen heel interessant was, was dat ik in contact kwam met het Taoïsme als opdrachtgever, over seksualiteit ook. En dat was zo'n ander verhaal over seks, dat ja, dat opende echt mijn ogen, dat ik dacht, oh, dus wat wij geloven over seks, dat is dus helemaal niet de enige waarheid. Het is niet een soort van alleen maar een soort voortplantingsmanier. Je kunt er ook op heel andere manieren naar kijken. En daar leerde ik natuurlijk over het zelfbeminnen. Dus dat was eigenlijk een beetje het begin echt met De Correspondent toen en zo, dat dat echt ging rollen. En toen kwam mijn boek, Soms is liefste dit. En dat was echt, want dat was na De Correspondent. Dus toen dacht ik, ik heb er gewoon nog niet genoeg mee gedaan. En het voelde nog veel persoonlijker. In de journalistiek heb je natuurlijk best wel wat regels waar je ook een beetje aan houdt. En het voelde voor mij van, oh, ik heb daar zo zelf nog iets in uit te zoeken. Dus toen kwam dat boek, ja. Mooi. En je zegt het Taoïsme, dat kijkt er dus heel anders naar, seks en seksualiteit. Wat is het grootste verschil met hoe je daar eerst naar keek en naar je kennis over Taoïsme? Nou, ik zie het, door Taoïsme durf ik er eigenlijk het iets losser te bekijken. Dus wat ik bijvoorbeeld zelf een vervelend aspect vind van westerse romantische verhalen, is zo van, je komt iemand tegen en de film eindigt eigenlijk op het goede moment en dan zijn ze voor altijd gelukkig en de seks is natuurlijk altijd geweldig. En Taoïsme zegt heel erg van, alles gaat zoals in de natuur. Dus ook, zeg maar, seksuele opwinding, hoe je met iemand bent, dat gaat gewoon heel erg in golven. Dus soms is het zomer, soms is het winter. Het is heel logisch als je soms minder zin hebt, bijvoorbeeld. Dus dat heeft Taoïsme heel erg geleerd. En ook dat je je hele lichaam kan betrekken in het zelfbeminnen. En dat het gewoon heel veilig is om dat eerst met jezelf te oefenen. En dat heeft me wel ook heel veel gebracht in de zin van, dat ik niet altijd alleen maar bezig ben met een ander in seks. En ik denk dat ik dat vroeger wel veel meer deed. Dus echt bezig was met, vindt de ander mij geil? En zodra dat aan de hand was, werd ik ook opgewonden. En nu ben ik veel meer bezig met, van, wat vind ik geil? Wat wil ik van een ander nemen en ontvangen en geven? En daardoor zie ik anderen ook veel meer in bed. Dus het zorgt ook echt voor veel meer verbinding. Sorry, ik hoor hier achter de acteurs echt helemaal losgaan. dus dat heeft het me gebracht, het Taoïsme. En daarna ben ik natuurlijk ook veel meer het feminisme gaan verdiepen. En dat gaat er toch wel over dat we als vrouwen zo getriggerd zijn om altijd maar aantrekkelijk te moeten zijn. Dus dat is waar we het meest op worden beoordeeld. Of je nou in de politiek zit, of je aan het baren bent, of ziek bent, of op Instagram gaat, het belangrijkste is, ben je aantrekkelijk? Dus dat is ook heel erg met seks. Terwijl onder seks kan je natuurlijk ook heel erg lelijk zijn. Of je kan bijvoorbeeld in één keer heel erg moeten huilen. Of het kan heel emotioneel zijn, in plaats van alleen maar aantrekkelijk. Dus dat heeft daarna voor mij wel heel veel betekend, om dat echt zo te voelen en te realiseren. Heeft het je dan dat proces ook vooral veel meer vrijheid gegeven in de manier waarop je erover nadenkt? Ja, in denken en ook in doen. En het is wel iets wat, ik voel me echt al veel vrijer dan een paar jaar geleden, echt veel vrijer. Maar het is ook niet een proces dat
Ja, het kost wel echt actief werk. Omdat we leven natuurlijk nog wel in een wereld, in een cultuur waarin constant de boodschap wel wordt verspreid dat vrouwen aantrekkelijk moeten zijn. En hoe ze zich moeten gedragen op het gebied van seksualiteit zeker, maar ook daarbuiten. Dus het is echt een dagelijkse ja, strijd, zou ik wel. Het is een te groot woord. Maar wel veel bewustzijn om de hele tijd te voelen. Oh, verval ik weer in dat oude patroon, in dat alle oude rollenpatroon, ja. Ja. Denk je dat bijna alle vrouwen, veel vrouwen die strijd voelen van mag ik zijn wie ik ben en waar zit mijn vrijheid? En ook die bewustwording van inderdaad van oh, ik ervaar grenzen en er zijn dus grenzen en Ja, ik wel eigenlijk alle vrouwen die ik ken, die zitten daarmee. En het gaat volgens mij erover dat we van vrouwen. We hebben zo'n beeld bij een vrouw. En we kunnen eigenlijk mogen niet echt dingen tegelijkertijd zijn. Dus het is heel erg alsof je een keuze moet maken. En dat is natuurlijk in seks speelt dat al heel lang. Dus je kiest voor een rol. Ben je zeg maar de hoer of de heilige? En het nare idee wat daarbij komt kijken, is denk ik, als je kiest voor heilige vrouw, dus die zich gedraagt, die niet heel erg veel zin zelf in seks heeft, dus passieve partij is, dan krijg je echte liefde. Dus dat is het verhaal van de romantiek. Dan vind je de man, de ridder, weet je wel, die jou veiligheid geeft. En dat is denk ik een heel naar verhaal, want er is helemaal geen schaarste op het gebied van intimiteit en seksualiteit en aandacht. Dus ik denk inderdaad, als vrouw hebben we heel vaak het idee dat we moeten kiezen voor één ding. Dus stel ook, je maakt als vrouw een boos boek of je hebt een boze boodschap, dan ben je meteen een boze vrouw. Dus je kunt niet in die zin, denk ik, soms ben je boos en soms ben je helemaal niet boos. Maar als vrouw moeten we daar meer, lijkt wel soms een keuze in maken. Net als je voor je carrière wil gaan, dan kan je niet meer een goede moeder zijn. Als je een goede moeder bent, dan kan je weer niet serieus zijn. Als je slim bent, kan je niet mooi zijn. Als je mooi bent, kan je niet slim zijn. Dus ik denk dat daar best wel ja, een beperking in zit. En het gekke is volgens mij, je kan daar natuurlijk, je kan gewoon kiezen, ik doe daar niet meer aan mee. Maar dan begeef je wel buiten de norm. En dat kost gewoon energie. En daar gaat ook ons boek Krabben heel erg over. Dat ik met Milou Delen heb geschreven en volgende week uitkomt. Is dat het gekke is dat we dus als vrouwen eraan meedoen. Dat zodra een andere vrouw buiten de norm stapt. Dat we haar dan liever omlaag halen. Dus stel je hebt het over Katja Schuurman. Bijvoorbeeld iemand die haar seksualiteit laat zien. Dat we daar eerder over zeggen, nou dan zou ze wel geen goede moeder zijn, of die is niet serieus, of ze is niet slim. Dan dat we denken, goh, wat interessant dat een andere vrouw dit laat zien. Dat betekent dat ik dat ook mag. Ja, mooi. En heb je het gevoel dat je impact hebt met de stukken en de boeken die je schrijft? Moeilijke vraag. Ik hoop het wel. Ik denk in ieder geval dat het wel gesprek opent. En dat merk ik zeg maar op het niveau van dat mensen me mailtjes sturen. Zoals laatst had ik een keer een opiniestuk in het Parool. Over het patroon dat vrouwen vaker aan de kant gaan voor mannen op straat. En dat we daar misschien wat meer mee moeten oefenen. Nu zeker in coronatijd. Nou, dan krijg ik echt veel reacties ook van mensen die ik niet ken. Die er iets over willen zeggen of nog iets aanvullen of zo. Maar ook, ik merk het ook, we waren ook laatst bij mijn schoonfamilie. En toen hadden we het over mijn laatste boek. Ja, van een heel verhaal. Dat gaat natuurlijk heel erg over menstruatie. En toen zei de moeder van mijn geliefde, en ik hoor dat veel vaker van vrouwen boven de 50, dat ze zeggen, ja, toen wij vroeger jong waren, was dat echt not done. Je moest altijd stoer zijn en je had het niet over je menstruatie. Dat was echt iets. Sorry hoor, ik vond die echt niet zo heel afgezonderd. Mocht je het daar echt niet over hebben. En dat is nu wel aan het veranderen. Dus vroeger moest je eigenlijk je vrouwelijkheden, of dat je moeder was, moest je wegproberen te werken.
En daar zit nu wel verandering in. En ik hoop wel dat dat ook komt door boeken die ik schrijf of het werk dat ik doe. Maar soms voelt het wel alsof het te traag is of zo. Ik denk ook wel, bijvoorbeeld als je nog kijkt wat er bij talkshows zit. Ja, ik zou natuurlijk graag op tv iets willen doen omdat dat goed is voor je boekverkoop. Maar je merkt, of tenminste voor mij dus, om de boodschap te verspreiden. Want dan, als je boek verkoopt, dan verspreid je een boodschap meer. Maar tegelijkertijd blijft dat niet, is dat niet een onderwerp waar we het eigenlijk over hebben op tv. Dus gewoon gelaagde boodschappen zijn moeilijk te brengen. En dat vind ik wel lastig aan mijn werk. Dat ik graag heel de complexiteit van dingen inzie. En dat ik idee heb dat complexe ideeën niet zo heel veel ruimte krijgen. Dus dat het een beetje keuze is. Wil ik heel veel invloed hebben, dan moet ik misschien aan iets eenzijdige boodschap brengen. En aan de andere kant geloof ik ook wel dat het gaat gewoon van, het moet zich opbouwen. Misschien is tv ook een moeilijker medium om die gelaagdheid over te brengen dan een boek. Maar ja, aan de andere kant, je ziet het ook wel bijvoorbeeld, wat ik ook wel zie in series, is waar je eerst bijvoorbeeld vrouwen veel meer als een heel plat karakter zag. En inderdaad, een boze vrouw of een sexy vrouw. Zie je nu wel veel meer vrouwen ook karakters die veel verschillende kanten hebben. Dus. Ja, er is echt iets aan het veranderen. En soms denk ik, is het nou alleen mijn bubbel? Maar ik geloof echt dat er, op heel veel onderwerpen nu, hè, dat er gewoon echt een roep is van, nee, we willen het echt anders. Voor iedereen die meekijkt, stel ook vooral je vragen. Maak je opmerkingen, praat met ons mee. Laat weten wat jij ervan vindt. En we hadden het net al even ook over die regels en die ongeschreven regels die er voor vrouwen gelden. Hoe moeilijk is het eigenlijk om als individu om die regels te negeren of overboord te gooien? Hoe moeilijk is dat? Ja, ik moet nu aan iets heel concreets denken. Dus voor ons boek hebben Milou en ik ons beenhaar, of al ons lichaamshaar heel lang laten staan. En natuurlijk in de winter was dat nog niet zo problematisch, maar nu is het zomer. En ik merk dus, ze krijgen heel veel opmerkingen over. En mensen vatten het gewoon op en ze hebben toch de behoefte om te zeggen, goh, jij hebt veel beenhaar of jij hebt beenhaar. En dan zeg ik wel van, ja, wat vind je er dan van? En dat over het algemeen vind ik het zelf ook nog vaak vies als ik er naar kijk. Want dat is gewoon door de reclame zijn we zo opgevoed. Om het vies te vinden. Daarom scheren we allemaal. En dan zeggen mensen wel van, ja, nee, ik vind het helemaal niet vies hoor. Het viel me gewoon alleen op. Maar dat is toch wel, je bent zeg maar de hele tijd degene die het anders doet. Dus het kost wel veel energie. En ik denk veel zelfliefde eigenlijk om dat dus te doen. En wat je zei van, kan je dat als individu doen? Dat vind ik wel een mooie vraag, ook omdat het nu over natuurlijk politiek gaat. Dus we hadden in de tweede feministische golf, zeiden, was natuurlijk de leuze, het persoonlijke is politiek. Dus daarvoor werden over heel veel onderwerpen waar vrouwen het over willen hebben, zeiden ze van, ja, maar dat is toch alleen maar persoonlijk. Weet je, hoe jij je kinderen opvoedt of hoe je thuis gebeurt of je je benen scheert, weet je wel, dat is toch helemaal geen politiek, dat zijn gewoon persoonlijke onderwerpen. En toen hebben ze heel goed laten zien van, nou ja, of je benen scheert, dat is wel een politiek iets, want we worden met bepaalde ideeën, zeg maar, opgevoed en die ideeën zijn, dat is politiek. Als alle vrouwen hun benen niet meer scheren of al hun haar, nou, dat, ik denk dat dat qua machtsstructuur heel veel verandert als je gewoon besluit als vrouwencollectief, we gaan niet meer aan dat beeld voldoen. Maar wat ook heel interessant is, wat ik laatst hoorde, is er ligt wel ook heel veel druk op dat idee van het persoonlijke is politiek. Want dat betekent dus dat je dat door je persoonlijke leven te veranderen, dat je op politiek niveau iets kan veranderen. Terwijl zo direct is het natuurlijk ook weer niet. Want dan leg je ook alweer heel veel verantwoordelijkheid bij een individu neer. Dus bijvoorbeeld in de tweede feministische groep was het dan heel erg van, je mag niet met een man naar bed, want dan slaap je alsnog met de onderdrukker. Maar dat was natuurlijk, dat is natuurlijk ook wel een beetje iets vreemds, dat je denkt, of er kwam gewoon heel veel druk bij vrouwen te liggen. Zo van, oh, ik moet mijn hele leven zelf veranderen. Terwijl natuurlijk eigenlijk moet er in de politiek iets worden gedaan aan de machtsstructuren. Ja. Yeah.
Ja, met een van de dingen die je ook zegt. Even kijken hoor. Je zegt ook met het feminine ritme kunnen we het klimaatproblematiek kunnen we tegengaan. Ja. Kun je uitleggen wat je met het feminine ritme bedoelt? Ja, dus voor mijn boek Jaar van het Nieuw Verhaal heb ik heel erg dus de menstruatiecyclus onderzocht. En eigenlijk omdat die bij mij is die best wel heftig. In de zin van het verschilt heel erg per waar ik in mijn cyclus zit, hoe ik me voel. En dat heeft te maken met je hormonen onder andere. In de eerste 2 weken van je menstruatiecyclus maak je oestrogeen aan en in de tweede progesteron. En door oestrogeen voel je je veel energieker en naar buiten toe gericht. En progesteron ga je eigenlijk naar binnen. Omdat je het, als het eitje, zeg maar het eventuele eitje dat bevrucht is, wil je beschermen. Dus dan ga je niet allemaal wilde dingen doen. En dat ritme dus eigenlijk van heel hard kunnen werken, veel ideeën hebben, openstaan voor anderen. En daarna dus eigenlijk je weer terugtrekken en even stilstaan, reflecteren op wat er is gebeurd. Ik denk dat dat ritme zit heel weinig in onze samenleving. Dus we zitten, nou ja, door corona zijn we nu soort van gedrongen om wel stil te staan. Wat denk ik best wel bijzonder is. Want eigenlijk onze samenleving daarvoor is gericht op altijd maar doorgaan. En ik denk, ja, dat hou je gewoon niet vol. Zeker niet als we inderdaad ook naar ons milieu, naar de klimaatproblemen kijken. Dus eigenlijk, ja, ik leg het nu heel snel uit, maar dus in kort, ja, dus ik denk als we meer dat feminine ritme, dus met die menstruatiecyclus daar, dat een toegankelijker idee maken. En zo van, je hebt een eigen ritme, je lichaam heeft een ritme dat niet altijd kan doorgaan. Dat ook op veel grotere schaal interessant zou zijn. Ja, ja. Is het dan ook een beetje het idee wat we, weet je, de consumptiemaatschappij moet altijd verder, beter, harder, meer, zeg maar. Ja. In plaats van, nou ja, soms wel en soms niet. Mm-hmm. Ja. Ja, precies. Ja. Ja, soms. En dat is denk ik ook, en je kan ook, want eigenlijk die menstruatiecyclus vergelijken ze dus ook met de seizoenen uit de natuur. En daarom, ik denk als je die vergelijking hoort, dan snap je ook heel goed zo van, oh ja, in de zomer heb je een heel andere energie dan in de winter. En als je in de winter niet genoeg rust neemt, dan ben je in de zomer ook minder, kan je ook minder doen. Dus ja. Ja, meer ook naar je eigen lichaam luisteren op die manier. Ja. Oké. En je nieuwe boek inderdaad wat volgende week uitkomt, Krabben. Ja. Het gaat ook heel erg over hoe vrouwen met elkaar omgaan. Dat zie je denk ik in alle sectoren. Je ziet dat ook in de politiek. Hoe hebben jullie dat onderzocht? En wat zijn jullie bevindingen? Ja, we hebben het onderzocht door eigenlijk heel veel vrouwen te interviewen. Waarvan we wisten dat ze ermee te maken hebben of er een mening over hebben. We hebben ook heel veel vrouwen enquêtes laten invullen. En we zijn ook door het hele land gaan rijden. En om eigenlijk een beetje, want de vrouwen die we interviewen zijn vooral werkzaam in de media. Dus we dachten dat is wel een beetje een bubbel. En eigenlijk van door dat land gaan rijden schrokken we zelf. Of ben ik best wel geschrokken. En Milou weet ik ook. Omdat we gingen dus met vrouwen praten van herkennen jullie dit? En eigenlijk hoe vrouwen over vrouwen praten was gewoon zo negatief. Bijna elke vrouw zei ja, ik herken dat heel erg. En vrouwen, ze roddelen heel erg en ze praten naar. En ze zijn bang dat anderen hun mannen afpakken. En als we dan vroegen, maar heb je hier ooit mee te maken gehad? Dan zei iedereen bijna van, nou nee, ik kan nu niks bedenken. Dus er is ook gewoon, er bestaat nog steeds zo'n vreemd beeld over vrouwen. Dat we dus met z'n allen in stand houden. En dat wilden we heel graag onderzoeken van waarom bestaat die mythe nog steeds? Dat vrouwen zo jaloers van zichzelf zijn. En dat hebben we natuurlijk ook in heel veel films. Zoals Mean Girls en Gossip Girl. Dat zit daar een soort van in die cultuur. En een van de belangrijkste bevindingen eigenlijk is waar we het net ook al over hadden. Dus dat er weinig ruimte is voor vrouwen om tegenstrijdige dingen tegelijkertijd te zijn. Dus je kan niet slim en mooi zijn. Je kan niet moeder en carrière maken. Dus er is weinig ruimte voor vrouwen om boos te zijn, om actief geld te zijn. En om carrière te maken, er is letterlijk minder plaats bijvoorbeeld voor vrouwelijke hoogleraren dan mannelijke hoogleraren.
En daardoor ontstaat er een soort gevoel van concurrentie. En als een andere vrouw dat dus wel doet, dus zich wel actief toont, dan willen we eigenlijk liever niet die onzekerheid bij onszelf aangaan. Maar halen we een andere vrouw naar beneden. Zo van, ja, maar ze heeft vast ook helemaal niet zo'n leuke liefde. Dat ze nu die baan heeft. En dat ze nu die baan heeft, komt vast omdat ze eigenlijk niet aardig is. Zeg maar, al die dingen. Dat doen we eerder dan dat we bij onszelf te raden gaan van, misschien zou ik ook wel zo'n baan willen. Misschien zou ik ook wel een baan en een geliefde en dit willen. Ja. Ja. Altijd. En dat is iets wat we ook wel vanuit meer vrouwen in de politiek, ook in de politiek zien, dat vaak, zeg maar, we willen natuurlijk een gelijke vertegenwoordiging, dus ook 50% vrouwen in de politiek. Maar vaak lijkt het zo dat vrouwen, hoewel ze ondervertegenwoordigd zijn in de politiek, wel nog met elkaar gaan concurreren in plaats van dat ze concurreren met de anderen. Yeah. Dus dat is ook wel interessant. En in de politiek heb je natuurlijk wel een beperkt aantal plekken, want op een gegeven moment zijn de zetels op. Of dus daar heb je een soort zero-sum game van, als jij het krijgt, krijg ik het dus niet. Yeah. Maar ze gaan dan minder met mannen concurreren in plaats van dus wel met vrouwen zelf. Ja, omdat dat eigenlijk enger is. En we hebben ook Margriet van Hees geïnterviewd en zij is antropoloog. En zij zegt ook van, als mensen dus in de minderheid zijn, dan gaan ze inderdaad sneller met elkaar concurreren dan daarbuiten. Wat best wel. En ze willen het eigenlijk ook niet voor elkaar opnemen. Dus zoals bijvoorbeeld een onderzoek met onder lesbies in Engeland. En daar zagen ze eigenlijk dat zij de trans mensen niet wilden meenemen. En dat was omdat ze zeiden, ja, we moeten al zoveel doen. We worden al zo tegengewerkt eigenlijk. We kunnen dat er niet nog bij hebben. Maar voor de politiek geldt denk ik wel, wat ook Margriet vertelde, is dat er in de... Sorry dat iedereen hier de heet langskomt hoor. Het is wel levendig. Ja, maakt het levendig. zeker in de politiek, wat natuurlijk een heel hiërarchisch systeem is. Want dat bleek ook wel uit onderzoeken van Margriet, is dat hoe hiërarchischer de plek is, hoe meer dit dus eigenlijk gebeurt. Omdat daar ook natuurlijk nog een bepaald vrouwbeeld bestaat. Dus dat is wel interessant. Ik denk dat of wat ik vaak hoor over de politiek, ik ben er niet helemaal ingelezen in, is dat daar nog best veel vrouwenhaat zit. En ook als je kijkt wat er online gebeurt, heel veel vrouwelijke mensen in de politiek worden echt op een nare manier behandeld. En ik denk ook omdat dat zijn vrouwen met macht, want ze hebben wat te zeggen. En zodra een vrouw wat te zeggen heeft, ja, moet daar eigenlijk de kop eraf. En dat wordt natuurlijk vaak via seksuele manieren gedaan. Dat is wel heftig van hoe krijgen vrouwen meer het idee dat er echt ruimte voor hun is in de politiek. En dat ze dus niet met elkaar ook nog eens dat gaan doen. Want dat is natuurlijk wat het patriarchaat het liefst wil. Dat vrouwen met elkaar in gevecht gaan. Zodat ze niet met de andere machthebbers het gevecht aangaan. Ja. Yeah. Ja, zeker. Ja. En ook wat we ook veel zien is dat. Sorry. Ja. Dan wordt een mail op de achtergrond. Ja. Dat we ook zien dat, juist omdat er in politiek ook een hele masculine cultuur is, dat daar juist dan ook vrouwen juist meedoen met die cultuur. Ook om zichzelf maar niet in die kwetsbare positie te zetten. Dat als ze daar, zeg maar, voor zichzelf en voor een ander opkomen, dan zijn ze juist zelf het middelpunt van datgene wat aangevallen kan worden. Wat het ook moeilijker maakt. Ja, en dat zie je natuurlijk ook heel erg bij Queen Bees. Daar is ook veel onderzoek naar gedaan. Mm. Dat vrouwen, als ze eenmaal de top bereiken, eigenlijk niet veel moeite doen om andere vrouwen doorheen te trekken. Terwijl heel veel mannen op topplekken eigenlijk wel hun hele carrière jongens meetrekken. Of jongere mannen meetrekken door hun carrière. Dus dat is, dat heeft met hetzelfde te maken. Ja, yeah. Ik zie ook een paar opmerkingen voorbij komen. Ja, ik zie het ook voorbij komen. Ik zie Sarah Reitema bijvoorbeeld. Ik praat steeds meer en open over mijn cyclus en mijn vrouwelijke uitdagingen op mijn werk. En mijn werk is een mannelijke IT-omgeving. Dus zij probeert dat in ieder geval. Oh, wat goed. Ja. Ja, en ik zie ook intersectioneel feminisme. Dat natuurlijk, waar we het net ook over hebben.
Dus dat vrouwen zich ook echt bewust gaan afvragen, aan welke vrouwen geef ik ruimte? En is dat niet ook alleen op vrouwen weer die op mij lijken, maar ook op vrouwen die niet op me lijken? Ik denk dat we daar, ja, dat bewustzijn voor de komende jaren wel heel erg belangrijk is. En ook wel een moeilijk vraagstuk. Of ik merk het zelf ook van, komt ook ongemak bij kijken, omdat we nog niet precies weten wat dan die nieuwe regels zijn of hoe we daarmee omgaan. Maar laten we het daar wel over hebben. Want dat is, hoorden we vaak wel voor ons boek, dat mensen zeiden, ja, laten we het er nou niet opnieuw over hebben, want dan wordt het alleen maar meer een probleem. Terwijl ik denk, er is wel echt een groot bewustzijn voor nodig. Dus dat echt vrouwen bij zichzelf gaan afvragen, hoe denk ik eigenlijk over andere vrouwen? Kat ik ze af? Keur ik bepaald gedrag af? En kan ik dat veranderen? Kunnen we samenwerken in plaats van, ja. Denk je dat het ook kan zijn omdat we eigenlijk op zoek moeten naar een andere manier van met elkaar ook omgaan, maar ook voor jezelf een andere rol vinden die misschien juist rollenvrij is, maar dat er ook misschien iets van angst in zit, of juist omdat je wordt dan niet meer in een hokje geduwd, dus dan opeens kan en mag je alles zijn. Ja, dat is ook best wel spannend, ja. En ook wat we ook heel erg hadden gevonden voor ons boek Krabben, is dat vrouwen vaak solidair zijn, dus verbinding vinden op hun zwakte. Dus dat ik zeg, ik heb zoveel gegeten gisteren, ik ben zo dik. En dat je zegt, ja, maar ik heb nog veel meer gegeten, ik ben nog veel dikker. Nou, dat zijn we lekker samen dik, zeg maar zo. En dat we veel minder eigenlijk verbinding maken op kracht. Dus door te zeggen, ik heb iets goed gedaan, ja, jij hebt ook iets goed gedaan. Dus daar zit, merk ik, ook iets engs in. Dus als je als vrouw laat zien dat het goed met je gaat, dat er eigenlijk de angst is om dan te gestoten te worden. Ja. Ja. Mensen zeggen ook exact, samenwerken is key. Ik zie dat we ook aan de tijd zitten. Ik wil ook even... Dus ik zou nog veel langer met je door kunnen praten, maar... Ja, het is een leuk gesprek. Veel dank voor het inzicht. En ik denk dat het ook zeker heel erg relevant is voor de politiek en de politieke cultuur. Ik denk dat er ook wat mensen, hoe mensen ook reageren, dat er ook veel herkenning is. Heel interessant. Dankjewel. Dankjewel. Voor je tijd en je inzicht en het delen van je kennis. En je nieuwe boek, of nee, je boek Jaar van het Verhaal is in januari uitgekomen. Ja. Dus dat kan iedereen gaan kopen. En volgende week 16 juni komt je nieuwe boek uit samen met Krabben. Nieuw delen. En dat heet Krabben. Dus vanaf de 16e kan iedereen dat gaan kopen. Heel erg bedankt voor de tijd. Ja, jij ook. Heel erg bedankt. Doei. 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 En iedereen die gekeken, ook heel erg bedankt voor het meekijken en het maken van jullie opmerkingen en het stellen van jullie vragen. En volgende week, donderdag, zijn we er weer met Bernadita Almusuo. Zij is raadslid voor de ChristenUnie in Almere. En volgende week dinsdag en donderdag zijn we er ook weer om 12 uur. Dus laat vooral weten wie jij nog in deze livestream wil zien en wat jullie van hen willen weten. We doen dus nu op dinsdag een serie van inspirerende vrouwen die maatschappelijk actief zijn. Die zich maatschappelijk inzetten. En op donderdag doen we een serie met vrouwelijke politici. Dus laat het vooral weten wie jullie in deze livestream willen zien. Heel erg bedankt voor jullie tijd en jullie aandacht. Tot donderdag om 12 uur. Informeren om politiek actief. Goedemiddag, vandaag gaan wij live met schrijven.